nu ben ik dus mentalist en ben lid geworden. En wist jij dat bijvoorbeeld zo'n touwtje, dat het symbool is van de magie? Lokale Omroep Goorlen. Vandaag in Goorlen, hoe bevalt het? Ja, prima. We zijn vandaag bij de Giga Goocheldag en wij hebben een leuke dag georganiseerd vol met magie en illusies. En wat is er zo wat allemaal te doen? Nou, we hebben allerlei workshops waarin kinderen en volwassenen gevorderden dus ook kunnen leren goochelen. Er zijn matineevoorstellingen, dus er zijn shows waarbij de topgoochelaars uit Nederland optreden. En daarnaast hebben we een foyerprogramma waarin tablehoppen, dus waar goochelaars langskomen met kleine trucs. En dus hebben stands waar mensen goocheltrucs kunnen kopen. Wat vindt u nu zo leuk aan het goochelen? Wat zo leuk is, ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet, want ik ben erin opgegroeid. Goochelen? Nou, ik goochel sinds een jaar of 3, 4 denk ik, 4. En ik probeer daar beter in te worden. Dus ik vind een goocheldag in Goorlen, een zeker een giga goocheldag, vind ik een uitgelezen kans om even te gaan kijken. Nou, wat ik interessant vind, maar dat heb ik hier nog niet gezien, is als mensen op het podium zweven. Ja, dat vind ik wel heel interessant. Het leukste wat vandaag is gebeurd is dat ik kan lopen, want ik heb een evenwichtsorgaanstoornis. En daarvoor zit ik ziek thuis. En ik dacht, zal ik het halen om naar de goochelbeurs te gaan? En dat is gelukt. Dus die truc is gelukt. Maar wat ik leuk vind is de presentatie van een goochelaar. Hoe een goochelaar zijn publiek mee kan nemen in het verhaal. En hoe hij dan vervolgens zijn truc kan doen zonder dat iemand doorheeft wat er eigenlijk aan de hand is. Ik ben kort geleden opgehouden met goochelen. En dan ben ik mentalist geworden. Weet je wat een mentalist is? Kunt u dat uitleggen? Dat is iemand die dus met mentale krachten werkt. Zoals telepathie en illusie. En dan ben ik lid geworden van een sekte van mentalisten. En ik woon in België. Dan ben ik lid geworden van de Funda's. Ik weet niet, kennen jullie hier in Goorlen de Funda's? Maar sinds dan ben ik dus een fundamentalist geworden. Nu ben ik dus mentalist en ben lid geworden. En wist jij dat bijvoorbeeld zo'n touwtje, dat het symbool is van de magie? Nee, dat weet je niet meer. Ik wist het ook niet. En één uiteinde is het symbool van de zwarte kunst. En één uiteinde is het symbool van de witte kunst. Vroeger deed ik witte kunst, dat is goochelen. Maar dat is soms om in slaap te vallen en saai. Kijk. Bijvoorbeeld, ik heb geleerd nu, als je met die witte naar links wijst, dan doe je witte magie.